Beste kijkers, voor de wekelijkse BNP Paribas videotip neem ik u mee naar de dagkaart van AXO. Daar is een interessante propositie gaande. Als we goed kijken, dan zien we dat bodemstampertjes actief zijn op de FIBO-lijn rond 64,5. En die ligt nipt boven de SMA-lijn op 64. Dus dit is wel de plek waar je bodemvorming mag verwachten. Met andere woorden, de correctie die ingezet is vanaf 70+, die mag nu opdrogen en mag worden opgevolgd door een nieuwe actiebeweging en daarmee een vervolg van de uptrend. En dat betekent met een uitstekende risk-reward-verhouding dat er wat anticiperende koopkansen zijn voor korte termijn trendvolgende beleggers. Als zij een stop aanhouden op de SMA-lijn, dus nogmaals 63 tot 64, dan is er een neerwaarts risicootje van ruim 1%. Maar als de bulls goed hun best doen en stoom gaan zetten, dan kunnen ze opstomen naar de 70-zone opnieuw. En dat behelst dan een opwaarts potentieel van ruim 8%. En u ziet aan de risk-reward-vlakken dat dat een prima verhouding is. Kies derhalve, omdat het een anticiperende opzet is, voor een niet al te hoge turbo long hefboom. Met andere woorden, hefboom 2,94. Dat gaat gepaard met een turbo long 45,8. Daarmee kun je dus profiteren als er daadwerkelijk goed wordt gebodemd als opmaat voor een vervolg of een hervatting, zo je wilt, van de uptrend. Dus bodemstampers actief, anticiperende koopkansen. Vindt u het te link, dan wacht u op meer wit en een duidelijke plusstand op de swingteller. En dan gaat u meedoen, maar dat gaat dan wel op een wat hoger niveau. Ik wens u veel succes.